Het Dordrechts Museum is blij met de steun die ze krijgt van de overheid. Het museum komt namelijk in aanmerking voor een steunpakket voor Grote Musea. In totaal gaat er naar het steunpakket voor musea die jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers trekken 16 miljoen euro. Voor 28 musea is een bijdrage uit dit fonds toegekend, hoe het geld onder de musea wordt verdeeld is niet bekend. Het bedrag is namelijk afhankelijk van de derving van de inkomsten die het museum heeft. Daar kan het Dordrechtsmuseum Museum nog niks over zeggen omdat de coronacrisis nog niet voorbij is. Niet alle misgelopen inkomsten kunnen met het geld uit het Mondriaanfonds worden gecompenseerd. Hoe het Dordrecht Museum dat gaat oplossen, weet ze nog niet. Daar wordt onder meer in overleg met de gemeente aan gewerkt.